Internetreus Amazon komt in Nederland steeds vaker in het nieuws. De steenrijke oprichter is Jeff Bezos. Volgens zakenblad Forbes de rijkste man ooit met een geschat vermogen van $150 miljard. Samen met Google, Apple en Microsoft behoort Amazon tot de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Met al deze rijkdom komen ook verantwoordelijkheden en vooral macht. Hoe kreeg Amazon dit voor elkaar? What kind of kid were you? I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. In 1994 besluit Jeff Bezos in zijn garage in Seattle te gaan ondernemen op het dan nog kleine internet. Hij wil de grootste online boekverkoper worden en noemt zijn bedrijf Amazon. Niet geheel toevallig naar de grootste rivier ter wereld. Anno 2018 is Amazon het grootste online warenhuis. Wereldwijd werken er ruim 550.000 mensen. Amazon verkoopt al lang niet meer alleen spullen, maar maakt ze ook zelf en heeft bijvoorbeeld ook een streaming service en een clouddienst. Online winkelen begint voor de helft van alle Amerikanen bij de zoekbalk van Amazon. Critici uiten dan ook hun zorgen over de te dominante positie van Amazon, waaronder de Amerikaanse president Trump. Het totale retail-aandeel in de VS bedraagt nu nog 5%, maar medestanders van Trump wijzen op een ander cijfer. Amazon heeft namelijk een marktaandeel van 49% als je kijkt naar alleen de online handel in de VS. Ook in Europa roept het bedrijf enige weerstand op. In Duitsland is Amazon inmiddels de grootste online winkel geworden. De Duitse marktwaakhond onderzoekt of het bedrijf te ver gaat in het bevoordelen van de eigen producten boven producten van externe verkopers. Ook de Europese Commissie neemt Amazon onder de loep. Het bedrijf zou de verkoopgegevens van die externe verkopers gebruiken om meer van zijn eigen producten te kunnen verkopen. Because if you as Amazon get the data from the smaller merchants that you host, which can be of course completely legitimate because you can improve your service to these smaller merchants, well, do you then also use these data to do your own calculations as what is the new big thing? What is it that people want? What kind of offers do they receive? In het uiterste geval kunnen overheden Amazon dwingen om zich op te splitsen in meerdere bedrijven. Verder ligt er weinig in de weg om de opmars van Amazon te stuiten.